Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Technology Tech. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag weer verder met het projectje waar we de vorige aflevering, gebleven zijn. Met cellenblokjes even maken en er zijn hier ook een beetje mensen aan het rennen zoals jullie kunnen zien. Ik hoop dat het... we hebben in ieder geval niet genoeg geld. Nee. Dus die moeten dan maar even blijven rellen, lijkt mij. Want anders zou ik het ook niet weten. Er moet dan gewoon een bewakertje naartoe komen. Maar daar ga ik niet vanuit. In ieder geval. We hebben eventjes eerst wat meer geld nodig. Voordat we überhaupt wat kunnen regelen. Want ja, er zijn nog steeds gewoon 7 mensen aan het rellen. Dat is niet echt waar je blij van moet worden. Hier even 3 bijgooien. Zo, hopelijk komen we er daar nog wel nog twee naartoe, ja. Ik heb even wat meer geld nodig, maar ja, dat gaat een beetje moeilijk. Zo, die bewaker had er even genoeg van. Heeft helemaal de dieven geslagen. Hey, een betaling, nice. Nou, ik heb zo'n gevoel van één oproerpolitie dat het wel genoeg is op het moment. En dan kan ik even dit weer gaan klonen. Nee, vanaf dit puntje was dat. Dat zijn de onderste rijtje in ieder geval ook weer. Kunnen deze twee wel weer weg. Die ook dus. Dan begint ergens anders weer een rail. Oh my god. Waarom zijn hier zoveel sterfgevallen? Jimmer. Dan krijgen ze vandaag weer zo'n geklaag van, ja, zijn te veel mensen gedood. Je moet even weer een beetje zorgvuldig zijn, anders word je in de bak gehaald, zal ik maar zeggen. Daarom moet ik daar ook een beetje naartoe gaan, maar dat gaat me behoorlijk wat geld kosten. Ah, kom op. Hou op met doodgaan. Wat? The fuck? Wat doe ik dan? Ik zeg blijkbaar dat alle bewakers daar naartoe moeten. What the fuck? Nee, dat wou ik niet. Hoe de hel deed ik dat überhaupt? Ik heb geen idee. Oké. Weer het dooien. Oh my god. Oh, het is weer zover hier. Oh, eentje gaat ontsnappen. Die geeft zich gelijk alweer over. What the fuck.
Ik snap hier echt. Ik weet hier echt niet meer wat er hier allemaal aan de hand is. Kijk, de subsidie. Laten we die maar eens even doen dan. Even kijken. Subsidies, beleid. Hoeveelheid maaltijden laag. Afwisseling geen. Nou, dan laat ik me gewoon. Even zien, vandalisme. Opsluiting, eenzame opsluiting, eenzame opsluiting. We moeten allemaal gewoon eenzaam worden opgesloten. Nou ja, mooi, dat gaan we even gewoon een beetje omhoog kijken naar 10 uur. Ernstige verwonding. Doen we 9 uur. Vergiftiging. 8 uur. Drugs. 5 uur. Hulpmiddelen. Nou, dat doen we gewoon 3 uur. Wapens gevonden. Nou, 5 uur. Gevangenen aangevallen. 5 uur. Personeelslid. Dat gaat sowieso naar 10 uur. En vandalisme ook naar 5 uur. Want ik hoop dat eigenlijk dan. Oké, ons dan is volgens mij nog wel even wat omhoog gekikt worden. Nee, maar ik hoop dan dat het een beetje wat meer beleid komt in de gevangenis van. Ja, hoe zeg ik dat? Dat ze wat meer of minder risico's gaan wagen. Van ontsnappen, dit soort dingen, dat soort dingen. Zoeken, hafcel. Van de Lisbon, beide, ontsnappingsvolgen. Alles moet dan onderzocht worden van diegene. Alles. Nou, luxe items, dat maakt dan in ieder geval nog niet zoveel uit. Dat is prima. Misschien programma's. Dat is ook wel goed. Behoeften die zijn voor sommige dingen ook behoorlijk hoor. Beetje irritant af en toe. Dus ik gewoon even naar 600, want ik heb wel even een behoorlijk bult aantal geld nodig. Oké, okay, over 2 uurtjes komen ze. Dat is helemaal top. Oh, die komen er even doorheen. Wat is hier? Oh, maar ik denk dat ze ook even bankjes en tafeltjes hebben. Ze zijn weer aan het rennen. Yay! Ja, er gaat er weer een. Waarschijnlijk moeten die bewakers gewoon binnenkort even naar de. als gevangenen rondlopen. Want. Ze vermoorden hun nog eerder dan dat. Ja, kijk, daar heb je het al. Oh nee, toch niet. Laat maar. En dat probleem is dat zit er echt wel aan te komen. Van ja. Je hebt te veel, of er zijn te veel gevangenen dood, dit, dat, bla. En wie krijgt zo lang weer de schuld? Ikke. Het moreel van personeel is laag. Ja, daarom sloppen ze zeker al die mensen dood, zeker. 9 mensen zijn al lang vermoord. Nou, volgens mij zijn er al wel iets van 60 personen vermoord in deze 2 à 3 dagen.
hoor, de tunnels zijn er ook weer. Kijk dan, ze hebben gewoon twee shotguns. Zie, dit moet nog even weg. Hoppakee. Het is gewoon een bloedbad hier. Jemig. Oké, ze gaan nu wel eten, dat is fijn. Maar misschien moet ik nog ergens een personeelskantine regelen. Misschien moet ik dat dan gewoon even hieronder doen. Zo ja. Kunnen ze hier tenminste nog even ja, gaan eten, laat ik maar zeggen. Daar heb ik wel wat meer geld voor nodig. Hoe zit het met de warmte hier eigenlijk? Temperatuur. Oh ja. Daar is gewoon 30 graden in die keuken, holy fuck. Dus misschien moet ik wel eens even wat radiatoren even neerplaatsen hier. Oké, nog even wat meer bewaken of meer gevangenen. Even zien, er zit geen radiator of een boiler in de buurt. Dan zet ik wel gewoon mooi in, hè. Dan kan ik hier dan nog mooi even op aansluiten. En nou hier eentje. Oh my god. Echt al die gevangenen gaan fucking dood. Dat is niet leuk. Oké, maar dan kunnen ze in ieder geval zeggen zodanig dat ze ergens kunnen eten. Dat is toch wel wat beter, lijkt mij. Weer een sterfval, rip. Nou ja, in ieder geval, ik ga nu deze aflevering afsluiten. De volgende aflevering ga ik dus proberen om dit nog eventjes te regelen. En hopelijk zijn er dan wat minder sterfgevallen dan vandaag. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later!